Als je geïnteresseerd bent in de toekomst en ook geïnteresseerd bent in het leven van je kleinkinderen en als je geïnteresseerd bent in het omgaan met natuur, is alleen maar handelen vanuit angst een ongelooflijk slechte raadgever. En als er iets is wat je bij Nietzsche vindt, dan is het dat je probeert om te leren leven vanuit kracht. Mensen maken zich zorgen. Mensen worden soms cynisch of pessimistisch over alle vooruitzichten, voorspellingen die wij horen. Kijk, Nietzsche is de filosoof van de vrije geest. En dat is ongelooflijk belangrijk voor de insteek van de hele week. Het gaat erom dat je als modern mens niet alleen maar leeft vanuit angst. En als je dat weet en je herleest met die vraag zijn filosofie, dan zie je dat hij eigenlijk geprobeerd heeft om een nieuwe cultuur van aards leven, van dicht bij de aarde leven, probeerde te ontwikkelen. En bij mij gaat het eigenlijk veel meer over waarom moet ik me verplicht voelen om me met aarde, met natuur, met de buitenwereld überhaupt, zou je kunnen zeggen, te verbinden. Dus ik heb eigenlijk een heel sterk liberaal pathos en dat maakt het ook heel spannend tussen Henk en mij.